word je zo groen? Een fles wodka of is er make-up voor? Die flessen wodka en gewoon een paar potjes Kriolan, hè. We zijn nog groen in het vak. Ja. Dus... Gezellig. Die monden zijn ineens ook heel erg rood. Ja, het valt nog meestal. Ja, klopt. Hoe zit het, Wil? Is dit het meest wicked wat je ooit hebt gedaan, Gordon? Of is het toch nog iets anders wat je wil bekennen? Ik bedoel, beter kun je niet opvallen op zo'n groene loper natuurlijk. Ja, toch? Ik dacht echt van, hoe kunnen wij een entree maken? Nou, zo natuurlijk. Ik vind het fantastisch. Jullie hebben net je nieuwe cd gepresenteerd. Althans, ik heb hem gegeven. Ja. Dus dat kan ik me nog net herinneren. Ik word wat ouder, hè. Ouderdomsdementie, maar het valt mee. Ja, dat is goed. Jongens, wie van jullie heeft ooit wel eens een vriendinnetje afgepikt van zijn beste vriend? Nou, niet allemaal tegelijk. Roy. Ik heb überhaupt nooit een vriendin, dus... Ik heb wel een keer een huwelijkstuk gemaakt, dat heb ik wel. Nee. Sorry, Suzanne. Nee, doe wat je niet laten kan. Nee, hebben we nog nooit gedaan, toch, boys? Nee. Echt brave borst. Dat doe je gewoon niet. Dat doe je gewoon niet. Ik heb wel een keer de kans gehad om het te doen, maar dat hebben we niet gedaan. Jij hebt dit natuurlijk verzonnen, hè? Dit groene gedoe. Ja. Hebben jullie het gedaan? We hadden een interview met de Groene Amsterdammer. Ja. En, Remco die doet het. Remco is een make-up artist, dus die heeft het gedaan. Vanaf vanmorgen zijn we al begonnen. En, hoe laat? Nou, 6:30 zijn we. Nee hoor. Ze voelt het wel, ja. Ja. Word je zo groen, een fles wodka of is er make-up voor? Die flessen wodka en gewoon een paar potjes Kriolan, hè. Helemaal dicht smeren. Maar ze zitten alweer aan de gezicht, zie ik. Dus ik moet ze alweer bijwerken. Nee, ik heb er volgens mij niet aan gezeten, toch? Oh. Ja. Hey jongens, ik wens jullie een hele wicked... Is het niet wat voor jou? Die, kom eens hier. Kom eens even hier. Wicked!